Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht, dames en heren. En welkom terug bij een nieuwe video met de Belgische politie. Mijn naam is Chris en vandaag gaan wij patrouilleren met onze collega hier in de Skoda. Vandaag zijn we ook weer als dienst als de lokale politie. We hebben oranje lichtjes, we hebben blauw en oranje en we hebben volledig blauw. Door een of andere reden zijn de lichten bovenaan niet heel fel. Ook al heb ik daar een mod voor geïnstalleerd, maar het is wat het is. De bus staat deze keer wel gewoon recht. We hebben een volgetankt voertuig, dus dat is goed. Mijn excuses. Dat ging mijn schuld geweest zijn, moesten we daar een ongeluk hebben. We gaan vandaag... We zijn begonnen bij het vliegveld. We zullen het even Zaventem noemen, voor het gemak. Ik ga weer overal een beetje patrouilleren. Ik ben niet echt een grote fan van echt bepaalde plekken. Waar we gerestrict worden, om het zo te zeggen. We zullen eerst even naar de haven, richting de haven gaan. Dus vandaag met de Skoda Octavia. Het is een vrij rustige dag, tot nu toe zo te zien. We gaan zorgen dat we zeker beschikbaar zijn voor meldingen. Dat we toch zeker wel iets binnenkrijgen. Hè? Ik zie best veel bussen. Weet je wat, ik zie jullie wanneer we een melding hebben. We hebben een melding op het vliegveld, dus daar gaan wij even naar kijken. Gaan we omdraaien. Een shootout, dus dat betekent schoten gelost. We gaan er zo snel mogelijk naartoe. Dispatch, wij zijn onderweg hoor. Mijn hitbox klopt niet, jongen. Klopt. Even. Kuch. Dank u. Dispatch, wij zijn. Eén collega vraagt om uw assistentie. Oké dan. Zegt op de verdachte over. Schoten gelost. Laten vallen! Politie! Eén persoon neer. Tweede verdachte ook neer over. Direct extra eenheden, ambulance en mug gevraagd over. Een wapen gecleared. Weer een wapen ook gecleared, over. We gaan ons dispatch even doorgeven aan Air Traffic Control dat landingsbaan 3 afgesloten is, over. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Wat? Ze zijn letterlijk alle twee dood. Waarom heb jij een shotgun? Vind ik raar, want ze waren dood. Dus dat gaan we niet doen. Ja, dat kan wel gebeuren dat het een beetje glitchy is. Het is tenslotte ook wel gewoon een game. Dus dan kan het wel eens gebeuren dat die dingen gebeuren.
Oké, we gaan een coroner vragen. Een collega vraagt om uw assistentie. Dat is een lijkschouwer. Komt die wel natuurlijk hier passeren? Ja, joh. Ja, jongen, rij recht op mij af. Idioot. Voor een vliegtuig? Oké, dat is gelukkig gedaan, maar... Kameraad! Alright, dan zijn we weer beschikbaar. Kan ik de melding beëindigen? Nee, natuurlijk niet. Alright, dan gaan we zien wat er gebeurt. En dan zie ik jullie wanneer wij weer een nieuwe melding hebben. We hebben net een melding gekregen van een voertuig die in de fik staat. Dus we gaan even daar naartoe. Een brandend voertuig. Hopelijk hebben ze ook al de brandweer verwittigd. Waarschijnlijk niet. Langs, hoppa, naar links, vooruit goed, oeh, bijna controle verloren, move, langs rechts, okay. Rechts goed, vooraan goed, links was ook goed, kom, aan de kant, ja jongen, idioot. Vooraan goed. Eventjes. Kan ineens niet meer rijden. Dat is echt afschuwelijk. Oh, persoon staat in brand. Persoon staat in brand, over. Ik heb hier geen fire extinguisher. Fuck. Kan je niet helpen, man. Oh, explosie, explosie. Even stoppen. We weten dat alles goed is met je. De ambulance rijdt er gewoon door. Oké, de ambulance is verdwenen. Ik ga voor jou even een ambulance vragen, man. Ik heb letterlijk net in de fik gestaan. Eén collega vraagt om assistentie. Hey, nee, niet doorrijden, kameraad. Oké, dan gaan ze... We gaan ze gewoon wegsteken omdat de brandweer toch klaar is. Dan gaan we juist eventjes een dingen vragen. Twee takelwagens en dan kan de weg ook weer vrij. Large flatbed. Eén collega vraagt om een assistentie. Oh!
Nog wel goed waar dat hij stond. De spuitjeswijzer weer beschikbaar over. Alle voertuigen zijn getakeld. Gaat die ambulance doen? Top. Alright. Nog eens best een put. De wegen hier mogen toch mogen ook wel eens bekeken worden. Je hebt voorrang, man. Rijd door. Ik zie jullie weer wanneer we een nieuwe melding hebben. Oh, we hebben een melding van een mogelijke zwartrijder. Die daf rijdt even heel snel door. Jesus Christ. Oké, we gaan. Ons patrouillevoertuig, ja, daar zit ik niet tegen, hè. Oké, daar wel. Gaan we hem even hier zetten. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Lokale politie. Perfect op tijd. Bedankt dat u bent gekomen. Geen probleem. Kun je mij vertellen wat er gebeurd is? Ja, ik heb gezien dat er iemand een mogelijkse vals ticket heeft. Het begint wel een probleem te worden dat meer en meer voorkomt. Oké. Dat begrijp ik. Weet je waar dat ze ongeveer zijn? Ja, er vertrekt net de... Ik denk niet dat er een trein is geweest, maar ik denk iets verder. Ja, er is net een tram vertrokken. Oké, bedankt. Dan gaan wij even kijken. Oké, dus hij gaat lopen. Meneer, u mag even stoppen. Vriend, stoppen, zeg ik. Excuseer, ik moet u even met u praten, vriend. Ja, wat is het probleem? Ik was net aan het spreken met iemand van de beveiliging. En die wist me te vertellen dat u mogelijk zijn vreemd ticket had. Hoe bent u door de poorten geraakt? Ja, er zijn hier niet echt poorten, maar schat. Mag ik even uw ticket zien, alsjeblieft? Tuurlijk, alsjeblieft. Dit ticket was van een maand geleden, meneer. Dat is niet meer heldig. Echt waar? Dat is onmogelijk. Niet stom spelen. Je krijgt bij deze een boete. Schrijf die boete maar, want ik vertrek. Want het is belachelijk. Alsjeblieft, meneer, uw boete. Bedankt. U hebt mijn dag verpest. Oké, nog een prettige dag, meneer. Zorg dat het niet meer gebeurt. Oké. Mijn excuses voor mijn lezen voor het moment. Nederlands is een beetje moeilijk momenteel. Holy fuck. Oké. We gaan eens kijken als we iemand aan de kant kunnen zetten. Hè. Even controles uitvoeren. We gaan een keer kijken. Rood, groen voor ons. Oké, ik ga hier gewoon een U-bochtje maken.
Volgens mij staat die daar illegaal geparkeerd. Ja. Oké, in België mag je stilstaan als je moet laden en lossen met een vrachtwagen op de weg. Maar ik zie hem wel wat op het zebrapad staan. Of, ja, de oversteekplek. Dus we gaan even kijken als we iemand zien. Mogelijk de bestuurder zien. En zo niet, gaan we toch wel even een parkeerboete schrijven. Ja, kijk, hij staat met zijn heel zijn... Heel de achterkant wel op het zebrapad. Okay. Al deze winkels zijn gesloten, dus hier kan het niet zijn. Oké, okay. Ja, dat wordt een boete voor GLS. Misschien daar. Ja, dan, dat is een beetje onlogisch. Dan had hij gewoon naar boven kunnen rijden. Dat heeft hij niet gedaan. Oké, okay, we gaan even instappen. Dan gaan we controle uitvoeren. Vehicle check. Leon mag instappen hoor. Target vehicle license plate. Geen verzekering. Ja, hij rijdt nu niet, dus aan de ene kant kunnen wij niks doen. Ja, normaal gezien zou dat nu niet op die man zijn naam staan. Maar we gaan wel een parkeerboete schrijven. Parking on or blocking crosswalk. Voilà. John, ja, en aan de ene kant, dit is hoogstwaarschijnlijk ook een no parking zone. Dus hier mag je hoogstwaarschijnlijk niet eens parkeren. Echt parkeren. De keuring krijgt hij thuisgestuurd. Of krijgt het bedrijf thuisgestuurd. Dus dan kunnen wij weer de weg op. Hey, let's meet up next week. We zullen zo meteen wel nog eens komen kijken als hij er nog staat. Als we het niet vergeten. Hummer reed bijna in onze... Dat ook goed geparkeerd. We zullen kijken om nog één melding te doen of ja, nog één persoon aan de kant te zetten. Die vrachtwagen wel even aan de kant zat een controletje uitvoeren. Hey baby, you're the bomb. You make hopelijk worden we deze keer niet weer neergestoken. Kom, rijd door. Dan kan ik jou aan de kant zetten. Slimmerik. Even nummerplaat controleren. Target vehicle license plate. Oeh, oké. Okay. Als de bestuurder Jay Johnson heet, dan wordt hij gearresteerd voor rijden zonder rijbewijs. We gaan even het verkeer ook wel stilzetten. Dan ze traag rijden. Oeh, en er komt best wel een alcoholgeur uit. Goedendag meneer, al uw documenten alstublieft. En niet alleen alcohol. Jay Johnson. Dat is een probleem, mijn vriend. Oké. Okay. De reden waarom ik u aan de kant zet is gewoon een algemene controle. Nu heb ik uw nummerplaat al gecontroleerd. En daaruit bleek dat de eigenaar geen geldig rijbewijs heeft. En ik zie dat u de bestuurder bent, zou u even wel naar huis stappen alstublieft. Top, dank u wel. Oké. Wait!
Dan mag u even met mij meekomen, meneer. Bent u geladen op dit moment? Nee? Oké, top. Dan ga ik ook... heeft u voor de rest iets in uw laadruimte zitten? Nee. Ja, lichtpaletten? Oké. Dan ga ik juist even kijken. Ondertussen zal mijn collega even een ademtestje doen. Omdat ik wel wat alcoholgeur had. En daarna zullen we ook even een drugstest doen. Omdat ik ook wel drugs... een geur van drugs had. Thank you. We gaan even controleren als de paletten goed staan. Wow. Ja, u hebt uw ladingzekerheid is in orde, dus dat is wel goed. U hebt gedronken. Ja, als chauffeur is dat natuurlijk niet echt handig. Dan gaan we even testen op drugs ook. Oeh, en hij heeft heroïne en marihuana gedaan, of wiet. Oké, meneer. Heb je iets... Had je iets van drugs gedaan? Ja, oké. Was jij aan het doen? Gewoon aan het rondgaan. Oké. Oké, ik kan hem niet vragen waarom dat zijn rijbewijs nu weer in orde is. Meneer, dan mag u even omdraaien. Dan wordt u aangehouden door mijn collega. Ondertussen ga ik het arrestatierapportje schrijven. Ja, we gaan eerst het voertuig doorzoeken. Heeft u nog iets van drugs in het voertuig liggen, meneer? Oké, we zullen zien. Hè. De achterdeuren gaan nu ook open. Oké, stop. Ideaal. Oké, dan laten we het voertuig even afslepen door een grote tafelwagen. En die kan hier niet blijven staan. Een collega vraagt om uw assistentie. Meneer, u mag even meekomen. U hebt het recht om te zwijgen. Alles wat u doet of zegt kan tegen u gebruikt worden. Recht op raadsman. Als u die niet kan betalen, dan krijgt u weer een van de staat. Hebt u uw rechten begrepen? Ja, oké, top. Perfect. Ik moet hem wel even aan de andere kant zetten. Right, top. Je zit erin. Doe de deur even dicht. Voilà. Gaan we instappen. Arrestatierapportje schrijven. Dat is niet meer belangrijk. Oké. Aangehouden wegens. Traffic. Wacht. Ik ben het al vergeten. Holy crap. Zijn rijbewijs was suspended. Oké, dan drugs possession, nee, traffic, ja, driving under the influence. Driving under the influence. Dat is het, hè. Hij had ook gedronken, maar niet genoeg volgens mij om hem aan te houden. Ik weet niet wat dat hij eigenlijk bij hem had. Heb hem gefouilleerd? Nee, hè? We gaan deze alvast in het rapport zetten. Dan gaan we hem nog even laten uitstappen. Kunnen we hem fouilleren en dan... dan gaan we zien als hij nog iets illegaals bij heeft. Sorry, collega. Ga je uitstappen, vriend, of wat ga je doen? Oké. Hebt u iets bij u waar ik mij aan kan bezeren? Oké, dan gaan we zien dan. Emerald. Dat is open voor u van hier, hè? Oh. NMS. Geen idee als je dat legaal mag bij hebben in België. Volgens mij niet. Maar wat, dat gaan we even over het hoofd zien. Waarschijnlijk zal het de court system toch zeggen van ja, not guilty of zo. Dus dan wachten we nog even op de takelwagen en dan kunnen we hem naar het bureau. Oh, we kunnen hem ook questionen.
Ja. Dat is best goed. Call transport for suspect. Voilà. Een collega vraagt om uw assistentie. Dan gaan wij richting het bureau rijden. En dan gaan we even kijken wat de zaak zal uitgebracht hebben, om het zo te zeggen. Die takelwagen duurt lang hoor. De truck stond daar net gewoon voor ons en nu. Op, eindelijk. Collega! Hi. Waarom zit je. Huh? Ik had hem toch aan. Ja, ik had hem aan die kant gezet. What the f. Gaat hij uitstappen of wat? Top. You socialists think that you can kill America, but you can't. Toppie, succes ermee. Hoe zit dat met die takelwagen? Zit die daar nog? Ja. Oei. Ja, dat gaat een beetje lastig gaan, hè, om die vrachtwagens. Ja, dat gaat inderdaad wel een beetje lastig gaan. Wauw. Ah. Ach, bijna een ongeluk. Oké, we gaan naar het politiebureau hier in Davis. Om het zo te zeggen, dat is niet super ver. Ik heb geen zin om te wachten voor het rode licht. Hier is het groen. Hoppa. Oké, top. Gaan we hier inrijden. Voilà. Dus, zoals ik gezegd heb, gaan we kijken wat de court denkt van de boete. Ja, boete is $91 dat hij moest betalen. En de arrestatie is driving under the influence, not guilty. Niet schuldig bevonden. Oké, die rechter heeft... ja, dat kan door bepaalde redenen zijn. Misschien, ja... geen idee waarom. En bijna 2 jaar zijn rijbewijs nog kwijt. Nog langer. Ja, man. En voor de rest, ja, daarbij een boete van $591. Alright. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als jullie vonden van wel, laat dan zeker een like achter, een toffe reactie. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Nee, we zijn niet beschikbaar, Dispatch, mijn excuses. En dan zie ik jullie hopelijk weer terug bij een volgende video. Ciao, kus.